Mijn naam is Marco Bijtsch, videomaker en verhalenverteller. En vandaag geef ik een workshop over content maken met gemak. 7 tips om makkelijk te groeien in zichtbaarheid. Ik doe dat nu sinds 2018. Dat betekent 6 jaar lang ben ik op verschillende social media platforms actief, zoals LinkedIn, Instagram. Toen TikTok erbij kwam, dat ook Facebook, Threads en YouTube. Op het laatste platform YouTube heb ik meer dan 17 miljoen mensen bereikt, of in ieder geval 17 miljoen aan bereik. En ben ik constant bezig geweest met het delen van mijn verhaal. En de reden waarom ik dat belangrijk vind is, het geeft een luisteraar de mogelijkheid om zelf tot conclusies te komen. Het is niet adviseren, maar het is meer inspireren. In deze video wil ik een beetje delen hoe ik de workshop ga geven, zodat het ook voor jou ideeën geeft van hoe jij met op een verhalenvertellende manier, aandachtgrijpende manier, dat is nodig, anders kwam ik niet aan al die weergaven, een plezierige workshop geeft, wat wordt onthouden. Wat niet droge tips zijn, dat in het algemeen. De voorbereiding die ik hier in de notities heb gemaakt, begint met een verhaal. Dat zegt, social media is als de Egyptische markt. Links van je, restaurants. Met mensen die zeggen, do you want to eat? Come here, we have good price and good meals. En rechts van je, allerlei verkopers met verschillende spullen. Die zeggen, come by here. Oh, you promised me yesterday that you would come and buy here. Hoorde ik laatst hier op de Egyptische markt. En toen dacht ik, ik heb geen Egyptenaar niks beloofd. En hoe je daarmee omgaat en daar een beetje gek van wordt, dat is de social media wereld. En de reden waarom ik dit kleine verhaal, deze scenario inzet om dit aan te duiden, is omdat het herkenbaar is voor de mensen die hier bij Hugo Bakker mijn workshop gaan volgen. Ik kan natuurlijk heel technisch en mooi dingen gaan vertellen zoals ik ze in mijn presentaties al klaar heb staan. Maar persoonlijk hou ik van vernieuwing. En daag ik mezelf uit door wat ik al 6 jaar lang vertel. Over social media gebruiken, je verhaal vertellen, video's maken, posts maken. Om dat nu in een nieuw jasje te verpakken. Voor mij is het belangrijkste, was dat altijd in mijn leven, om begrepen te worden. En ik voelde me niet altijd begrepen. En dan kon er tegelijkertijd ook niet tegen wanneer een jonge man, ik herinner me nog, ik liep stage in Amsterdam, afstudeerstage, stilletjes aan de tafel zat en niet zijn beurt kreeg. Dan zou ik in de groep zeggen, hey, misschien wil hij ook nog iets zeggen. Dus ik vind het belangrijk dat mensen hun beurt krijgen, dat mensen aandacht krijgen, want dat verdienen we, we hebben een verhaal te vertellen. Oké, nou dan zal ik de vraag stellen naar dat verhaal van de Egyptische markt. Wat hebben deze Egyptische verkopers gemeen? En dan zal ik het publiek vragen om dat te beantwoorden. Met als antwoord, ze hebben allen een bedrijf. En zonder zichtbaarheid zou het voor hen moeilijk zijn om hier te genieten van de toeristen die komen kopen. En zou hun bedrijf daar ook best veel aan missen. Maar hoe komt het dan dat Janneke, die eens op de markt ging lopen en door verschillende verkopers werd aangesproken van, koop hier onze tasjes en spullen. Zij zich niet aangesproken voelde door hen en hun zichtbaarheid. Want ze hadden het alleen maar over hun product. Daarentegen kwam ze op een gegeven moment in een shop terecht van een fijne Egyptische man. Die heel kalm en rustig met haar in gesprek ging. En terwijl zij haar 5e, 6e, 7e, ik weet het niet eens meer, tasje probeerde en heel ongemakkelijk zei, sorry meneer, I don't like this bag. Zei hij, no, it's okay. En vertelde Janneke op het balkon aan mij dit verhaal. Ze zei, ja, die man die stelde mij op mijn gemak. Waardoor ik uiteindelijk zei, ja, please make a bag for you. Maak maar een tas voor mij. Ik kom hem morgen ophalen. Het is vandaag de dag, dus ik ben benieuwd hoe dat zal zijn. En ze zegt, ik vind het wel spannend dat ik toch zo'n tas ga kopen. Maar het was omdat die man dat zo fijn en aangenaam deed. Terwijl ik me ongemakkelijk voelde dat ik de zoveelste tasje had afgewezen. En terwijl ik met haar op het balkon stond, vroeg ik of ik dit verhaal mocht gebruiken. Want het heeft ook weer de boodschap, je kan zichtbaar zijn als je wil. Je kan roepen over je product, kom het kopen. Maar die laatste man waar ze ging, waar ze ook echt de tas heeft gekocht, die was bezig, zei zij, met haar op gemak stellen. Dus bezig met de persoon. En zolang je in de social media wereld, de sociale wereld, zoals de Egyptische markt, dan moet je sociaal zijn, bezig bent met de individu, de persoon, en niet alleen met je product, het verkoop, zal je meer verkopen. Want mensen houden van persoonlijke aandacht. Ik ook, Janneke ook.
Zo zie je dat ik tijdens deze workshop persoonlijke verhalen aan het inzetten ben om gelijk directe verbinding, directe klik met het publiek te krijgen. Een persoonlijk verhaal gedetailleerd verteld kan nog gedetailleerder. Als zij zei, ik had 4 tassen geprobeerd, dan zou ik dat heel zelfzeker kunnen zeggen. Nu kon dat niet. Dus ik merk dat dit tegelijkertijd ook een leuke achter de schermen voorbereiding voor de workshop is. Voor jou om je in te laten zien dat je verhalen heel makkelijk kunnen gebruiken. Het is alleen keizer herkennen en gelijk verpakken, gelijk een boodschap aangeven. Dus je hebt altijd een verhaal en een moraal nodig. Nou, ik heb hier, en een moraal is dan een boodschap van dat verhaal. Ik heb hier geschreven bij mijn notities voor de workshop, gezamenlijk doel. Want ik merk dat ik het nog steeds aan het leren ben om voor groepen te spreken. En als er geen gezamenlijk doel is, dat mensen dan niet weten waarvoor ze daar zitten. Dus één op één ben ik heel sterk met mensen om samen te werken, om ze video's te leren maken, content te leren maken, maar in groepen niet. Dus gezamenlijk doel is social media ondersteunend aan je business maken. Dat is een beetje ook het gezamenlijk doel wat ik mensen wil meegeven. En een van de eerste tips van het content maken met gemak die ik ga delen. Er zijn er in totaal 7, waarvan ik er 4 in de workshop geef. En die laatste 3 zijn een beetje op maat gemaakt advies. Dus die ga ik dan aan elke deelnemer aan de hand van hun social media profiel als cadeau geven. Dat zeg ik dan ook. En dankzij Hugo Bakker heb ik ook zo'n opzet kunnen maken heel veel. Dus daar ben ik blij mee. Oké, de eerste tip. Content maken met gemak. Nou, ik zal beginnen te vertellen of te vragen wie gebruikt er WhatsApp. En dan zou ik vragen, ja, voor wat gebruik je het? En dan zakelijk, persoonlijk. En dan zou ik ook echt, dat heb ik van Dan Kau geleerd, een contentmaker, een Amerikaanse. Hij heeft het over de one person business en hij zegt, iedereen is een schrijver. Toen hij dat zei, dacht ik, dat is onzin. Ik ben geen schrijver, ik heb niet eens een boek geschreven. Ik dacht, mensen die boek schrijven zijn schrijvers. Maar die Dan Kau, je kan hem op YouTube vinden. Hij zegt, mensen gebruiken WhatsApp. Je stuurt berichten, e-mails. Hij zegt, je bent gewoon een schrijver. En ik kon dit accepteren omdat ik ook zo ging kijken naar mijn foto- en videogebruik. Ik heb een mobiele telefoon. Ik moest zelfs denken aan mijn moeder, die heeft ook een mobiele telefoon. En die maakt wel eens foto's en filmpjes van haar kleinkinderen. Mijn nichtje van 2 en mijn neefje van 4. Zij is niet alleen een schrijver, omdat ik met mijn moeder is niet alleen een schrijver, omdat ik met haar app. Het is ook een foto- en videograaf, omdat ze filmpjes van haar kleinkinderen naar mij stuurt. Toen dacht ik, ja, dit is de eerste tip die ik wil meegeven voor de workshop. Accepteer deze rollen. Als ondernemer in 2024 heb je niet alleen de rol van ondernemen en op de markt wat staan roepen. Je bent de fotograaf, je bent de videograaf. Maar dat zal een interactief moment zijn waardoor het meer diepgang krijgt dan gewoon zeggen, je bent schrijver omdat je WhatsApp hebt, je bent de foto- of videograaf omdat je een mobiel hebt. Nou, dan komt de tweede tip. En nadat ik zeg van, nou, ik wil echt dat dit jouw gedachten worden. Wil ik ook heel bewust zeggen van, ik wil echt dat je dit als rol omarmt als ondernemer. En dan ga je er ook meer mee kunnen doen. Okay. Nou, tip 2 is ABC, altijd blijven creëren. Dat heb ik online van Think Media of Gary Vee. Social media sprekers en accounts. Always be creating. Altijd blijven creëren, zelfs in het Nederlands. Spontane momenten, gesprekken, foto's. Nou, ik heb gisteravond in de groepsapp van deze workshop en mastermind hier 4 foto's verstuurd. Die heb ik met FaceApp bewerkt, met een klik. Waardoor alles wat expressiever wordt. De foto op zich was al mooi. Ik zat tegenover Sander van Ware Mannen. En hij zag er mooi uit. Het licht viel goed op hem. Ik herkende dat als een mooi moment voor een foto. En gemaakt, verstuurd in een groepsapp en van nog 3 andere mensen een foto. En dat is dan ook een referentiekader. Dus de dingen die ik aan het zeggen ben, ik wil ze niet alleen zeggen. Ik wil ook zeggen waar ze vandaan komen. Hoe komt het dat ik dit aan het zeggen ben? Waar komt het vandaan? Nou, ik heb letterlijk 4 foto's van 4 mensen gemaakt tijdens spontane momenten. Ook van Rubin, terwijl hij aan het eten was. En het is zo mooi hoe je het groen zag. Hij had vis op zijn bord. En hoe die foto is heel mooi geworden gewoon. Dus ik ben ook altijd aan het creëren. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dan heb je dus altijd munitie. Altijd input. Altijd materiaal. Tweede tip. Derde, maak notities zonder oordeel. Want zonder input geen output. Er was gisteren meer ideeën aan het noteren. Terwijl ik met Anastasia in gesprek was over mijn workshop. En een van de ideeën was dat zij zei, oh schat, weet je nog die ene gast, Mohammed? We hebben 3 Mohammeds leren kennen hier.
En een van hen, allemaal leuke mannen. Een van hen die zei, die kwam heel erg over als, oh, die wil ons iets aansmeren. Dat was een beetje zijn uiterlijk, een beetje een klein mannetje. Maar dat was een van de eerste nachten dat we hier kwamen. De tweede dag, derde dag, kwamen we hem vaker tegen, gingen we in gesprek. En hij kon echt op een hele respectvolle, rustige manier praten ten opzichte van alle andere Egyptische mannen hier. Of alle andere, een aantal anderen. En dat sprak ons aan en hij bracht ons mee naar binnen om te laten zien hoe wij bepaalde reizen konden doen of trips konden doen hier in Egypte. Daardoor heeft hij een trip aan ons verkocht tussen de Witte Valleien, de White Valleys. En dat was maar een avontuur van je welste, maar dat is niet voor deze video. En omdat hij zo fijn en zo aangenaam met ons in gesprek kwam, meerdere keren zichtbaar was, hebben we dat dus van hem gekocht. En nu vertrouwen we hem om weer op een trip te gaan. Misschien willen we een boottrip hier doen. Ik laat je even zien hoe het eruit ziet. Prachtig hier. Heel mooi hier in Dahab, Egypte. En dit is dus een notitie wat ik had gemaakt. Maar dit verhaal ga ik niet gebruiken voor mijn workshop. Maar misschien kan ik er een video van maken. Weet je? Dus voor je persoonlijk merk kan je persoonlijke verhalen gebruiken. Maar maak notities. Dit is een voorbeeld van een notitie die ik heb, die ik met je deel. Ik maak ook notities. Het is de brandstof, kijk, brandstof van je content. Nou, dat typ ik nu. En ook gelijk in het moment typen, ook als ik in gesprek ben met iemand. Ik was in gesprek met Sander. Hij zag hoe ik in contact kwam met Egyptische mannen hier, die ik niet ken. En aan het connecten was. Hij zegt, nou, je zegt wel dat je introvert bent, zeg ik heel mijn leven al, ben 21. Maar dat gedrag, dat geef wel aan dat je ook, of dat je misschien gewoon extrovert bent en niet introvert. En toen zei ik dat ik misschien een uitbundige introvert was of zo, zei ik. En toen zei hij nee, ingetogen extrovert. Dat is ook weer een voorbeeld van een notitie wat ik had gemaakt. Ik ben een ingetogen extrovert, want soms als ik niet met de juiste mensen ben of geen verbinding maak, dan kost het me heel veel energie. Als ik wel met de juiste mensen ben en echt connectie met ze heb, dan vind ik dat heel leuk. Dus misschien ben ik aan het ontdekken nu dat ik een hele rare extrovert ben. Iemand die ingetogen is, die zijn gedachten eerst voor zich houdt, voordat ze allemaal uit. Nou weet je, maar dit is dus ook weer een voorbeeld, ingetogen extrovert, had ik genoteerd. Misschien kan ik daar iets mee op social media. En we hebben het nu helemaal niet gehad over, ja, wat heb je dan aan al die verhalen die je vertelt? Nou, mensen die willen weten wie je bent, wie de persoon achter het bedrijf is. Niet iedereen, maar de meeste mensen wel. De klanten die je vandaag de dag hebt, hebben voor je gekozen omdat ze weten wie je bent. Zo heb ik ook weer een verhaal bij deze boodschap die ik nu maak. Van een jonge man bij een restaurant genaamd Aladdin. Die mij aansprak, die zei kom hier eten. Ik zeg ik kom hier niet, tenzij je een shisha, een waterpijp voor me regelt. Volgende dag kwam ik daar aan, of liep ik weer langs met een groepje. Zei hij, kijk Marco, had hij zelfs mijn naam onthouden. Ik heb hier een waterpijp shisha voor jou geregeld. Dus in een restaurant waar niet altijd shisha wordt gerookt, had hij dat wel geregeld. En het is ook een mooie manier van hoe ik in gesprek met hem raakte. Door dat contact en doordat hij mij gaf wat ik wilde. Sell them what they want, give them what they need, deed hij. Want uiteindelijk heb ik dure vis betaald in het restaurant met heel veel andere workshopleiders hier in het verleden. En die Samon heet hij, Egyptische man, die mij naar het Aladdin restaurant bracht. Hij begon zijn persoonlijk verhaal te delen. Hij zegt, ik heb een vriendin en ze is Duits. Ik heb een tijdje in Duitsland gewerkt. Het was koud, vond niks. Ik hoor hier thuis. En omdat hij zijn verhaal deelde en ook vertelde dat hij naast Arabisch Hebreeuws spreekt, dacht ik, oh, interessant, kwam ik steeds meer te weten over deze persoon, Samon. En dat is te vergelijken met social media. Als mensen steeds meer beginnen te weten van jou, hoeft niet privé dingen te zijn, het mogen persoonlijke dingen zijn. Dan begin je een ander meer te vertrouwen. En ik kan niet calculeren, analyseren en uitrekenen of iemand daadwerkelijk te vertrouwen is. En ik laat het ook los. Ik kies het goede te zien in de mens zonder naïef te zijn. Een katje. En ik denk dat als mensen heel simpel zijn. Je kan niet vooraf uitrekenen of iemand helemaal te vertrouwen is. Die man kan net zo goed helemaal niet te vertrouwen zijn. Ook al weet ik meer over hem, hè. Want dat is een stukje geloof wat elk mens heeft. Elk mens doet niet eerst zien dan geloven, maar eerst geloven dan zien. Want
om naar Egypte te komen, terwijl er een conflict is. Ik weet niet hoeveel kilometer hier vandaan in Israël-Palestina. Daarvoor hadden Anastasia en ik geloof nodig dat het veilig genoeg is om zo dicht bij het conflict te komen, hier in Egypte. Dus dat was eerst geloofden we en nu zien we dat het hier goed is. Nou, ik ben toen van aan het filosoferen, vind ik ook leuk trouwens. Dus de derde tip, zonder input geen output, maak notities zonder oordeel. Zoals die voorbeelden die ik net allemaal gaf. Dat leef ik, dat vind ik leuk. En dat is ook een ding, wat je niet leeft, kan je niet leveren. Ik kan niet een ander leren content te maken als mijn laatste post 3 weken geleden was, terwijl ik er geen reden of smoes voor heb. Als ik er geldig reden voor heb, wel natuurlijk. Het leven is ook niet alleen social media. Oké, de vierde tip is kaderen. Context per social media platform. Dus op LinkedIn is de tekst echt het meest belangrijk. Diezelfde tekst die je op LinkedIn maakt, kan je gewoon op Instagram delen. De taal op TikTok is totaal anders dan die van Instagram. Het heeft wat overeenkomsten waardoor je niet de verschillen kan zien. YouTube Shorts moet je echt met titels werken, anders klikt niemand op je filmpje. Nou, op Instagram en TikTok zijn titels soms minder belangrijk, omdat mensen niet hoeven te klikken. Ze komen je video tegen, ze zien het ergens. De manier waarop ze je filmpje tegenkomen is of door een scroll op Instagram, TikTok. Of door zo'n ander gedeelte van het platform waar je zo'n overzicht ziet. Dus dan is je titel weer wel wat belangrijker. Maar dus het kaderen van je content per social media platform. En ook kiezen waar ga ik zichtbaar zijn en willen groeien en mijn merk willen bouwen. Dat is ook weer iets aparts. Dus er zijn nog drie tips. De vijfde, die geef ik nu wel aan jou. 5, onderzoek wat werkt per platform. Dus je deelt iets en je gaat je afvragen waarom krijgt dit 5 likes en het andere 50. Oh, omdat het over familie ging en het andere over business. Oké, kan ik die twee zaken niet combineren door een brug te maken van familie. Ontspannen tijd hebben met familie, brug naar business. Als je ontspannen bent, dan ben je ook weer productiever voor je business. Zo kan je zeg maar bruggen maken. En dat is tip 5, onderzoek wat werkt per platform, echt per post ook. 6, herhaal gewoon wat werkt en kies hoe vaak je gaat posten. Dus ik bedoel, als je het hebt over familie of als je het hebt over reuma of als je het hebt over vakantietrips of sport of AI of mindset of zelfliefde. En een van die thema's werken heel goed voor je en die kan je linken aan je business. Herhaal gewoon dat, punt. Ik ging te creatief bezig zijn en allemaal. Gewoon 50 verschillende videoformats maken. Zodat ik gewoon kon herhalen wat werkt. Nou, daar ga ik nu weinig over vertellen. Oké, 6, herhaal wat werkt. 7, blijf 20% experimenteren. 80% herhalen wat werkt. Dus blijf die 20% vernieuwing hebben. Ik heb rollenspelfilmpjes over geloof gedaan. Daarmee ben ik van 8000 naar bijna 12.000 volgers gegroeid. Op een gegeven moment stond ik op 12.300 volgers op Instagram. Dus. En een maand lang groei ik gewoon niet. Terwijl ik binnen een mum van tijd, een paar weken, 4000 volgers groeide. Groeide ik daarna een maand lang niks. En verloor ik volgers. Terwijl ik ongeveer dezelfde filmpjes postte. Dus zonder te vernieuwen zal je tot stagnatie komen. Ja. En dan zeg maar, wanneer ik dit heb verteld, die 4 tips, deze 3 nu ook aan jou, gaan we binnen een opdracht doen. Content maken met gemak. Kijk naar je trip naar Egypte. Wat heb je nu toe meegemaakt? Heb je een verhaal en een boodschap? Een verhaal en een moraal. Dan ga ik mensen even uitdagen in een groep om dat zelf te bedenken. En dan gaan we allemaal naar buiten hier, genieten van het weer en elkaar. In tweetallen de ander filmen met mobiel, met verhaal. En dan ga ik langslopen, vragen hoe het gaat. En dan ga ik dat filmpje ontvangen van die mensen. En in tweetallen zal het belangrijk zijn om vragen te stellen om snel tot de essentie te komen. En hier roep ik mijn vrouw Anastasia op, we zijn vorige week getrouwd. Roep ik haar op en zeg ik, vraag ik aan haar alles goed? Dan zegt ze ja. Dan zeg ik, hoe komt het dat alles goed is? Wat heb je dan gisteren gedaan? En dan begint ze een verhaal te vertellen. Dus het idee van van de tweetallen werken en een ander filmen zal zijn om met 2-3 vragen tot een verhaal te komen en een ander dat te laten vertellen. Want we durven soms die verhaal te vertellen. Ik niet, omdat ik denk, ik mag niet te lang spreken of ik verlies de aandacht. Ik voel me soms onzeker, mag ik er wel zijn. Dus verhalen vertellen is echt waar dit om draait. Jij mag er zijn, jouw verhaal ook. Je bent belangrijk voor deze wereld. Iemand kan zich in jou herkennen, door jou geïnspireerd raken en zo. Door die krachtige boodschap verpakt in je verhaal. Iets wat al lang is gezegd, maar nu verpakt jouw verhaal.
level up gaan. Dank je voor het kijken.